mijn genies Fabienne kunstenaar is. En ja, ik schrijf poëzie. Veel poëzie. Ja. Uit het hart gegrepen, geïnspireerd door, je zou kunnen zeggen, door bovennatuurlijke krachten. En mijn katten, waar ik erg dol op ben. En mijn katten, dat is mijn alles, dat is mijn leven, want mijn katten die geef ik elke dag ja, goed te eten natuurlijk, uiteraard. Maar soms zijn er dagen dat ik zelf oversla, dat ik niet eten. Om uw katten te ja. voeden? Ja. En waar zijn ze, uw katten? Mijn katten die zijn weggenomen. Ik kreeg, er is een buur aan de overkant, op nummer 22. En waar die is dat? Daar. En die, die is daar een half jaar komen wonen. Ja. Bij dat schuurtje? Bij dat schuurtje. Zo, we zijn hier nu op nummer 22, hè? We zijn hier nu op 22, ja. U bent de bewoner hier? Ik ben hier de bewoner en ja, er is wat overlast geweest van de katten, van de buurvrouw, want daar gaat het eigenlijk om. Ze had, ik geloof, 40, 50 katten. Hoeveel? 50.